Hoppatee! Ja, daar zijn we weer. De dag dat 17 mei. Dat deden we die rustig. Maar gaat die veel harder. Doen we even over. Ja, we gaan eventjes naar 1846. 1846, wat was er toen? Nou, dat was de dag dat er een octrooi werd aangevraagd. Een octrooi? Vertel. Voor de saxofoon. Oh, joh. Door wie? Door iemand die heeft een voornaam en die voornaam die bestaat niet meer. Dat kan niet. Die voornaam bestaat niet meer. Kan niet anders. Neem er één in gedachten. Een voornaam waarvan jij denkt van, nou, zo heet niemand meer. Adolf. Ja. Dat kan niet. Ik ga niet eens googlen of er iemand zo heet. Die voornaam. Het kan niet. Zijn achternaam. Dit was in 1846. De saxofoon. Aangevraagd. Octrooi. Aangevraagd. Op de saxofoon. Door Adolf. Maar zijn achternaam. Dat is wel cool. Sax. Adolf Sax. 1990. Oh, dat is lang geleden. Nee, dat valt wel mee. De WHO... De World Health Organization schrapt. Het is eigenlijk lachwekkend, maar het is ook weer zo triest als het maar kan. Homoseksualiteit uit de lijst van geestesziekten. Dat het toen pas gebeurde. Belachelijk. Mag je nou nog homo? Je mag geen homo meer zeggen. Gay. Valse nicht. Mag je niet meer zeggen. LGBT. Staat voor lesbisch, gay, bisexual en transgender. Ik weet het niet. Laten we gewoon leuk tegen elkaar zijn, toch? Dan heb je ook nog de Q van queer en de I van intersexconditie. De A voor aseksualiteit. De P van panseksualiteit. De S voor straight allies. Straight allies! Het zijn de heteroseksuelen, maar die wel... of de bestrijders van homofobie. En dat heette weer de cisgender bondgenoot. Maakt toch niet uit wie je bent, wat je bent. Regenboogje. Neem het wel serieus. Tuurlijk neem ik het serieus. Maar nu is het wel weer mooi geweest. We gaan naar 1978. Wat gebeurde er op 17 mei 1978? Nou, dan gaan we naar 's-Hertogenbosch. Ja, en wat werd daar geplaatst? De eerste glasbak van Nederland. De rechter. Ja, Wim. Wim de Bie, gefeliciteerd, pik. Coat en de Bie. Ken je ze nog van vroeger? Ja, het is wel een tijd geleden. Dirk. Briljant. Dirk. Ja, was fantastisch, man. Wie hadden we nog meer? Jacobsen en Van Es. De tegenpartij. Hè? Geen gezeik. Iedereen rijk. De tegenpartij. De burgemeester van Jijnen. Hier, daar staat hij, hoor. Frankie. Frankie Vissen. Reddende rechter met zijn hamertje. He? Gefeliciteerd, pik. Deze gast heeft in heel veel films gespeeld. Heel veel. Hij is wel overleden. In 2017. Bill Paxton. Kijk, daar is hij. Ja, die ken ik helemaal niet. Hij heeft bijvoorbeeld gespeeld in The Terminator. Commando, weet je nog, met Arnie. Titanic. Don't let Rose, don't let go. Ja, dat was het eigenlijk. Maar waar hij dus ook in heeft gespeeld, ik vind dat echt een topfilm. Stripes. Met Bill Murray. De film is leuk. Theme song is brilfuckingend. Een bokser. 1956 geboren. 17 mei. Sugar Ray Leonard. Topnaam. Sugar Ray Leonard. Hebben we nog meer? Jazeker, want in datzelfde jaar... Je kent hem misschien al van America's Funniest Home Video's. En je kent hem uiteraard van Full House. Het is Bob Saget. Mooi geweest. 1968, ja hoor. Dave Abruzzese werd er geboren. Is nu 52 geworden. Gefeliciteerd, pik. Maar wie is Dave?
Arbezizzi. Pam pam! Nee, je weet het nog steeds niet, hè? Dit is de drummer van Pearl Jam. It's on the wrong, she said, of course there is. You're still alive, she said, don't ever deserve to be. It's out to question, and it's so still alive, yeah, yeah. Sorry. Dan gaan we nu naar 1970. La 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 tonight. La 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 tonight. Jordan Knight. Joehoe. Foto uit de Big Bopper. Joehoe. New Kids on the Block. Ja? Is er nog. Hier. Ja joh. Kijk, staat hij in het midden. Joehoe. Ik heb een foto van hoe ze nu zijn. Staan ze. In ieder geval Jordan Knight. Gefeliciteerd. 50 alweer. Goedemorgen, pik. Jezus. Van een boyband naar ouwe lul. Hey, waar is de mosterd? Oh, die is daar. 1971. 1971. Koningin der Nederlanden. 49 jaar. Max. Gefeliciteerd, schat. Maxima. Jou hoor, gefeliciteerd. 49. Wat zie je er toch fantastisch uit, hè? Leuke vrouw. Leuke vrouw. Onze koningin. Willy, ook gefeliciteerd. En de dochtertjes. Gefeliciteerd met mama. Maak er een mooie dag van, hè? Oh, ja. Matt Ryan is... Hier, quarterback van de Falcons. Atlanta Falcons. 35 jaar geworden. Gefeliciteerd. Geboren in 1985. Matt, die stond een paar jaar geleden nog in de Super Bowl 51. Ik weet niet of je die hebt gekeken, maar kijk hem terug. De Falcons tegen de New England Patriots. Van uiteraard Tom Brady. En Gronk, Gronkowski, speelde toen niet mee overigens. Edelman. Die had een catch op een gegeven moment, dat wil je niet weten. Oké, Matt Ryan, de quarterback van de Falcons, stond 28-3 geloof ik, 28-3 voor aan het eind van de derde kwart. Dan ga je winnen. Dan geef je niet meer uit handen. Halverwege het vierde kwart, laatste kwart, zat hij er zo bij. Nee! What the fuck doet Tom? Tom Brady, tegenstander. What the fuck? Ah! En uiteindelijk overtime. Nog nooit gebeurd bij een Super Bowl. En wie trok er aan het kleinste eindje? Ah! Matt! Gefeliciteerd, pik, met je verjaardag. Er gaan ook mensen dood. Ja. En ja, vind ik eigenlijk nooit leuk om te laten zien natuurlijk. Is ook niet leuk. Maar ja, soms er zit er eentje tussen en denk je... Oh ja, joh. 2004. Willem Mensa. Dit was hem weer. Oh, we doen nog even de weerschema uit, uiteraard. De laagste minimum temperatuur. Dat was in 1935. Min 1,1 graden Celsius. En de hoogste temperatuur was trouwens... was daarvoor. Met global warming. 1925. Toen was de hoogste maximum temperatuur 28,6 graden Celsius. De dag dat. Nogmaals, abonneer je eventjes. Arrivederci. Bis morgen. Woehoe.